Welkom in Maarsen, gemeente Stichtse Vecht, bij de virtuele opening van Open Monumentendag 2020. Voordat meester Pieter van Vollenhoven de officiële openingshandeling verricht, neem ik u mee in vogelvlucht langs drie unieke monumenten in de gemeente. We gaan de Vecht af, op de fiets, met de boot en te voet. Gaat u mee? Ik ben bij Goudenstein en ik ontmoet hier Richard Korteland. Hij is voorzitter van de Stichting Nederland Monumentenland, de organisator van Open Monumentendag. Richard, zo. Hallo, wat fijn dat je er bent. Ja, fantastisch om hier te zijn. Het is dit jaar anders dan anders, maar toch binnen alle maatregelen waar we ons aan moeten houden, die hebben we genomen. Alle vrijwilligers zetten de schouders eronder en volgens mij gaan we in Stichtse Vecht een fantastische dag meemaken. Ja, ik denk heel Nederland ook wel misschien. Ja, absoluut. Ja. Maar dit is natuurlijk wel een mooi voorbeeld om het te kunnen laten zien. Prachtig Goudenstein, je bent in onze trouwzaal. Fantastisch. Wat een plek. Ja, dit is een van de mooiste locaties. We hebben natuurlijk een gemeente met de meeste buitenplaatsen van heel Nederland. Als je bij ons langs de Vecht fietst, wandelt, je komt echt alleen maar buitenplaatsen tegen. En deze is heel bijzonder, want hier mag ik iedere dag werken. Fantastisch dat Stichtse Vecht de gastheer is van Open Monumentendag. Super om hier voor jullie gastvrijheid gebruik te mogen maken. Wat een plek. We zijn er heel trots op dat hier de opening mag zijn. Dank voor het enthousiasme. Ik wens jullie een schitterende Open Monumentendag. Inmiddels ben ik van de fiets afgestapt, zit ik aan boord met Maarten Bootsma, vrijwilliger bij Open Monumentendag. Maarten, hoe was het voor jullie onder deze bijzondere omstandigheden? Ja, een bijzonder jaar. Er moesten gewoon dingen extra gedaan worden om het goed te organiseren met alle regels in acht nemend. Er zijn gelukkig een aantal mooie monumenten open. Het Vechtstreekmuseum, de Doornburg en Slot Zuilen. Maar het is wel belangrijk om het goed te plannen, je bezoek aan zo'n monument. Want soms moet je zelfs reserveren. En om teleurstellingen te voorkomen, is een stuk voorbereiding meer dan belangrijk dit jaar. We lopen naar Fort Nieuwersluis, een van de vele forten hier in de omgeving. Want de Vecht is de slagader van de Hollandse Waterlinie. Jij bent gids op Fort Nieuwersluis. We gaan even praten met de beheerder. Leuk, dan gaan we er naartoe. Het is vlakbij. Hey Juliette. Hey Patrick. Welkom op Fort Nieuwersluis. Kom binnen. Ja, dank je. Waar komt jouw passie vandaan om dit cultuurhistorisch erfgoed beleefbaar te maken voor mensen? Nou, Juliette, leuk dat je het vraagt. Kijk naar deze overzichtfoto van Fort Nieuwersluis en zie je dat het een combinatie is van natuur en cultureel historisch erfgoed met natuurmonument als eigenaar. En vanaf het moment dat we hier op het terrein kwamen, raakten wij smoorverliefd op dit terrein. Vanwege de natuur, maar ook de historische feelings die je op dit terrein hebt. En wij vinden het prachtig om het te delen met de mensen die dezelfde gevoelens hebben als wij. En hen nodig ook uit om zondag dan bij ons op het fort dit terrein te komen bekijken. Ja, nou, het is een enorme aanrader. Nou, dankjewel. Ik ben op weg naar Nijrode. Een van de vier middeleeuwse kastelen die we nog hebben aan de Vecht in de gemeente Stichtse Vecht. En ik ontmoet daar meester Pieter van Vollenhoven, die de officiële opening zal verrichten van de Open Monumentendagen 2020. Meneer van Vollenhoven, wat leuk dat u er bent. Absolute feest op deze 34ste Open Monumentendag. Nee, het is echt een grote vreugde om deze prachtige omgeving te zijn. En wat ik ook nog tegen u wil zeggen, wat ik zo aardig vind van die Open Monumentendagen, die hebben zoveel betekend voor die monumenten. Want vroeger was alles gesloten, niks was open, nou dan was er ook geen draagvlak. Maar nu, al die monumenten open en die waren zo enthousiast en dat heeft politiek ook echt geholpen. Dus ja. Het draagvlak voor de monumenten is door die dagen toegenomen. Dus dit is een feestelijke dag. Fantastisch, nou heel fijn dat u er bent. We gaan dit monument even van binnen bekijken. Loopt u mee? Is dit de ridderzaal? Dit is de ridderzaal, dat klopt. En hoe komt u hier in hemelsnaam als erfgoedbeheerder terecht? Ik ben al 7 jaar erfgoedbeheerder op Nijrode. En ik ben geboren en getogen in de Vechtstreek. En kastelen en buitenplaatsen voelen als mijn thuis.
Vertel nog even naar dat kasteel, want ik heb even stiekem zitten opzoeken in dit kasteel. Het is in 1275, dacht ik, ongeveer gebouwd. Ja, 1275, 1270, exacte datum weten we niet. En helaas is er niet veel meer over uit die tijd. Alleen in de kelder zijn nog restanten uit die periode te vinden. Nou, we gaan eens even kijken, want we gaan de grote dag openen. Dat gaan we doen. Dan verklaar ik nu de 34ste Open Monumentendag die mogelijk wordt gemaakt door de Bank Giro Loterij voor geopend. En we zijn zeer verheugd, want iedereen had gedacht in dit coronatijdperk, het gaat niet door. Nou, het gaat wel door, maar anders dan anders. Op de website van de Open Monumentendag kunt u kijken welke monumenten zijn geopend en waar je naartoe kan. En ga wel, want de eigenaren vinden het fantastisch. En ook de comité's, alle vrijwilligers die zich hebben ingezet om deze dag mogelijk te maken, die verheugen zich allemaal op uw komst. Dus we gaan. En ik hoop u te ontmoeten op die dag.